actie. Ja, en terug bij deze livestream van Cultuur in Actie vanuit de fabriek. Dat mag ik ook wel eens zeggen trouwens, in Utrecht. Want iedereen doet dit gratis en ook de fabriek is ons gratis ter beschikking gesteld, geloof ik. Als het niet zo is, dan hoor ik het wel. Maar dat neem ik zomaar aan. Ik heb inmiddels twee gasten, wat echt voor het eerst is vandaag. Namelijk Esmee Hetaria. Klopt. Of Hetaria? Hetaria. Hetaria. En Simone Wanders. Ja, klopt. En jij... Esmee bent fotograaf en ja. Jij, Simone, bent danseres. Ja, klopt. Dus wat hebben jullie met elkaar te maken? Ik ben dansfotografe. Ja. Ik ben vroeger zelf danseres geweest, of nog steeds. En heb met Simone samen in de klas gezeten. Kan een beetje, de manier waarop je beweeg. Zo... Oh, je ja, beweeg of niet, maar je zit zo heel mooi, ja. Nee, dus als dansfotografe nu, ja, ben ik de dansers... de goede richting of een steuntje in de rug aan te geven. Ja, want jij, Esmee, mag dus niet meer dansen op dit moment. Simone, nee, helaas niet. Nee, geef niet. Ik snap het voorkomen. Mag dus niet meer dansen. Nee, helaas niet. Ik was met hele leuke projectjes bezig, maar in verband met de situatie is dat toch allemaal gecanceld. Dus ik zit nu thuis een beetje. Maar gelukkig, Esmee ken ik al heel lang van vroeger. En die kwam met een te gek idee. En die zei, Simone, wil je met me meewerken? En ik zei, ja, acuut gelijk van ja, zeg maar wanneer. En wat was dat idee? Ik ben dansers gaan benaderen, die eigenlijk ook allemaal thuis zitten, zoals we allemaal doen. En toen leek het mij een heel mooi idee om dansers met verschillende kunstdisciplines te combineren. Dus ik heb musea aangeschreven, theater. Die stonden ook allemaal leeg. Dus toen dacht ik, hoe mooi is het om nu de danser een kans te geven om het podium te gebruiken en ja, daar een mooie foto van te maken. Hoe moet ik het zien dat een danser bij het portret van het danseresje van, wie was het ook alweer, de Gang geloof ik, daar dan op jouw foto staat? Of hoe letterlijk moet ik dat zien? We zijn bijvoorbeeld in Theater de Meervaart geweest. En het is een heel groot theater. En daar heb ik een danseres gefotografeerd met op de achtergrond eigenlijk ja, een leeg publiek. En dat is toch een wat we willen. Zaal. Een lege zaal. Ja. Ja. Ja, dat willen we toch laten zien. Dat dansers hebben, ja, de energie krijg je van het publiek. Ja. En dat was er nu niet, dus. En hoe treurig word jij dan als je die foto ziet? Ja, toevallig hadden we dan weer een ander fotoshoot. En ik stond eigenlijk tussen de stoelen waar normaal het publiek zou zitten. Dus dat was ook wel voor de verandering heel apart. Want het is in één keer andersom. Want je zou er eigenlijk normaal voor staan van hoi. Ja. Nu sta je zelf tussen en dan kijk je naar gewoon een leeg zaaltje eigenlijk. Ja. Dus het is toch wel ja, heel triest eigenlijk. Ja, ik wou net zeggen, de vraag blijft, hoe treurig word je ervan als je haar foto's ziet? Ja, aan de ene kant, foto's zijn prachtig. Ja. Bent of verkeerd, hoe Esmee de foto's maakt, ja, zijn gewoon echt prachtig. Maar ja, je wilt toch ook liever dat mensen daar staan, dat zij er gewoon tussen gaat staan met een fotocameraatje. Maar... En worden die foto's ook tentoongesteld? Ik heb online een expositie gemaakt, genaamd Dansers op zoek naar publiek. Zodat iedereen vanaf thuis mee kon genieten met ons avontuur eigenlijk. Doordat we zo mooi eigenlijk het museum binnen mochten komen en daar ja, gastvrij werden behandeld. Ja. En gezegd, wij willen graag met jullie meewerken en we willen heel graag dat wordt laten zien hoe belangrijk de kunst nu is. Ja. Ja, dus... hebben jullie het idee dat er een soort van, in elk geval solidariteit, nieuw soort solidariteit... bij kunstenaars onderling in elk geval is en kunstinstellingen? Of is dat een romantisch idee? Ja, het blijft gewoon heel lastig. Want ik noem eigenlijk kunstcultuur is ook een, ja, een magie eigenlijk. Voor ons als dansers, maar eigenlijk ook voor de mensen thuis. Het kan werken als een avondje uit, gewoon even alles kwijt. Maar het kan ook heel erg therapeutisch werken. Het kan voor iemand ook in situaties dat het gewoon even een bepaalde... uitleg geeft, maar dan bijvoorbeeld in dans, in lichaamstaal, in acteurs, in monologen. Dus het is ook iets heel speciaal op alle vlakten, waardoor eigenlijk nu dit momenteel vind ik eigenlijk te weinig wordt gegeven. De magie, de sparkeling. Ja. Daarom. En ik merkte ook heel erg in het proces dat als je begint, wij zijn dansers en we willen heel graag onze emotie overbrengen, dat je toch heel snel de verbinding vindt tussen mensen die daar ook wat mee hebben. Of het zelf fantastisch vinden, ook is het te dansen op een festival. Ja, maar gewoon het bewegen. Dat vind ik eigenlijk altijd. Ik had vroeger nooit iets met dansen en zo. Maar dat je juist dus merkt wat een fantastisch communicatiemiddel ja, ook zeker. De dans kan zijn. Juist om emoties uit te drukken waar je normaal geen woorden voor hebt. Ja, en ook vooral tegenwoordig op social media, wat ik heel erg merk, worden dingen gepost. Dat mensen ook nog meer erop reageren op elkaar. Omdat het een soort van rust ook geeft voor de mensen ook. Of even, ondanks al het hectischheid, dat het gewoon even een ademhaling is van...
Oké, het is even goed. Oké, we kunnen weer. Ja. Dat het een verademing is. En plus dat het natuurlijk een zekere schoonheid ook gewoon heeft. Mooie lichamen, mooie bewegingen, mooie... Ja, sorry. Ja. 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 Ja, en je merkt hoe meer je dit naar buiten brengt, ook onder de dansers zelf, dat ze toch heel veel erkenning krijgen in de situatie waarin we nu zitten. Want je kan heel onzeker worden dat je thuis in je huisje zit en jezelf eigenlijk niet kan ontwikkelen. En niet wetende wat er straks gaat gebeuren. Nee. Ik weet eigenlijk niet of we nu ondertussen ook beelden zien van jouw foto's. Maar dat hoop ik eigenlijk. Oh ja. Dat komt nu. Dan kunnen wij even naar bewegend beeld. Ja, kijk. Ja, bewegend beeld kijken. Oh ja, ja, ik moet ondertussen doorpraten, krijg ik in mijn oortje horen. Maar ik zit gewoon te kijken, jongens. Mag dat ook even? Mag toch ook wel eens stil gekeken worden naar dingen? Nou. Hier graag wil ik ook Lisa voor bedanken. Wie is Lisa? Lisa Mulder. En zij heeft zelf ook een fotografiebedrijf. Maar hoe groter mijn idee werd, hoe meer ik dacht, ik heb hulp nodig. Ik heb mensen nodig die dit samen met mij willen creëren. En zij is met mij meegegaan op elke shoot en heeft deze mooie beelden kunnen maken. En heeft maken. Dus bewegend beeld er precies. ook bij gemaakt. Dus want dat bij jou inderdaad, is het stilstand. Ja, de fotografie kregen en daarnaast beeld. Okay. Dus zo, nou, wij gaan het combineren, want we weten nu die foto's. Die zullen we dan verder nu niet verder zien. Maar jij gaat direct bewegen voor ons, toch? Ja, klopt. En dat is natuurlijk echt fantastisch. Dat wordt nog wat. Ik hoop dat de vloer zich daarvoor leent. Dan ga ik jou vragen om even nog te tekenen. Namens wie teken jij? Of namens jullie? Maar zijn er nog meer mensen? Of? Suzanne Kreuner. Nou, ja, zeg maar hoeveel mensen? Namens drie mensen. Dan ga ik jou vragen om vast klaar te staan. En als zij getekend heeft, dan moet je je schoenen vast uitdoen. Ja, dat lijkt me misschien wel fout. Ga je op blote voeten of heb je... Oh. Nee, voetjes. Nou, oké, dat laten we ons verrassen. Jij gaat tekenen en ik ga u verder zeggen dat ik afscheid van u neem. En dat na mij hier Pepijn Gunnenweg zit en het van mij over gaat nemen om deze fantastische actie voortgang te laten vinden. Als jij wilt tekenen, heel graag. Dankjewel. Dankjewel. En we noteren drie mensen. En Simone Wanders, ga je gang. Had je je van tevoren opgewarmd? Had je de gelegenheid om jezelf op te warmen? Eigenlijk niet. Hoe? Mijn god. Nou. Oké, dankjewel.